Dames en heren, dankzij de stikstofcrisis weer op het spel. Kortom, het land was in rep en roer. Er moest iets gebeuren. En een van de meest controversiële wetsvoorstellen en plannen die werd gepresenteerd kwam van Tjeerd de Groot. En tot dan toe vrij onbekend D66-Kamerlid dat vandaag wel eens te gast is. Tjeerd de Groot stelde voor om de veestapel te halveren, wat dus neerkomt op ongeveer 50 miljoen kippen en zo'n 6 miljoen varkens. De reactie van het volk? Massale verontwaardiging en een van de grootste boerenprotesten in decennia. In dit interview met onze gast Tjeerd de Groot willen we ook een aantal grote vragen beantwoorden. Namelijk, hoe heeft de politiek het zo ver kunnen laten komen en hoe moeten we nu verder? En wat gaat er binnen al deze oplossingen gebeuren met de boeren? Maar we willen ook wat meer kijken naar de verre toekomst en kijken of we aan het begin staan van een agrarische revolutie. En als we dan aan zo'n begin staan, hoe moet die revolutie er dan uitzien? Moeten we overschakelen naar kringlooplandbouw? En eten we in het jaar 2040 allemaal aardappel, kweekvlees, groenten? Nou, naast de vragen die wij willen beantwoorden, zal er ook tijd zijn voor vragen vanuit het publiek. En we zullen aangeven wanneer dat kan, zodat het allemaal soepel verloopt. Nou, ik ben Carly, dit is Thijs. En wij gaan in dit interview met een gezonde portie boerenverstand het gesprek aan met Tjeerd de Groot. Dus een hartelijk applaus voor meneer de Groot. Nou, hoi. Hi, welkom. Zo, op de bank. Ja. Nou, we zijn blij dat ondanks de storm u zo op tijd en goed bent aangekomen. Het is een hele eer ook om u hier te hebben, want in de Volkskrant wordt u meerdere malen omschreven als de meest ervaren persoon in het gebied van landbouw in de hele Tweede Kamer. Bent u het daarmee eens? Heeft u dat eerder gehoord? Nee, ik heb eigenlijk mijn hele leven nooit iets anders gedaan dan te kijken waar ik ook zat om die voedselproductie te verduurzamen, om te zorgen dat de natuur wordt verbeterd. En dat heb ik gedaan vanuit de wetenschap, vanuit als ambtenaar heb ik dat gedaan, als politiek adviseur van de minister van Brinkhorst, vanuit Duitsland op de ambassade, zeg maar vanuit de handelskant. En vanuit het bedrijfsleven, nu vanuit de politiek. En altijd heb ik ja, die laatste 30 jaar ja, landbouw in het vizier gehad. En gekeken van nou, hoe kun je nou, soms met kleine stappen, soms met grotere stappen, die verbeteringen aanbrengen. En hoe kwam landbouw dan eigenlijk? Want u zei, landbouw kwam in mijn vizier en al 30 jaar zit ik daar. Maar hoe kwam het in uw vizier? Waar kwam die interesse vandaan? Ik studeerde bestuurskunde in Leiden en ik deed daar milieukunde bij. En op dat Centrum voor Milieukunde deden we een studie naar welke rol uiterwaarden van rivieren kunnen bieden in een groot Europees netwerk van natuurgebieden. Het was eigenlijk nog voor dat hele Natura 2000 verhaal dat we nu kennen. En die kunnen namelijk mooie verbindingszones vormen. Maar goed, iedereen was het daar met elkaar eens. Het moest anders, het moest beter in de wereld. En ik dacht, ja, hier kan ik niet zo heel veel meer betekenen. Dus ik wil eigenlijk naar de plek waar dat natuurbeleid, waar dat landbouwbeleid wordt bestuurd. Het ministerie van Landbouw. Maar ja, dat zat helemaal vol met Wageningse ingenieurs en ik was maar eenvoudig bestuurskundige. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga een proefschrift schrijven over het Europese landbouwbeleid. Waarom dat beleid zo moeilijk te veranderen is. Want ook Europa, als D66er, heeft een warm hart, draag ik een warm hart toe. En nou ja, goed, dat proefschrift heb ik toen geschreven bij Uri Rosenthal. En die altijd vond dat ik bij de VVD moest komen, maar ik zei, ja, dat ga ik dus niet doen. En nou, dat was ook een ticket om het ministerie van Landbouw in te gaan. Dus het is eigenlijk vanuit mijn fascinatie gekomen waarom beleid zo moeilijk en vooral waarom landbouwbeleid zo moeilijk te veranderen is. En waarom denkt u dan dat vooral landbouwbeleid zo moeilijk te veranderen is? Nou, ik denk dat dat ook voor ander beleid geldt. Alleen een extra complicatie bij landbouwbeleid is dat je bijvoorbeeld in Nederland heb je al 60.000 boeren. Nou, als je het hebt over een energietransitie, ja, je hebt wat energieproducenten, je hebt een Noordzee, dus ja, die gaan we nu volzetten met wind. En het is nog steeds heel ingewikkeld, want je moet ook van het gas af. Maar het is een voedseltransitie, een landbouwtransitie is nog ingewikkelder, want al die boeren hebben hun eigen belangen, hun eigen financiële toestand. Nou ja, we hebben gezien wat er gebeurt als je daar wat van vindt. Nou, en u zei dat u eigenlijk altijd het liefst in het centrum van de macht wil zitten, waar u het meest kan bijdragen aan de landbouw. Dus dan is een logische vraag of u dan ook ministerambities heeft, dus minister van Landbouw.
Ja, kijk, ik vind als je het dan allemaal zo goed weet, dan moet je ook bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken en vuile handen te maken. Want het is, wat ik al zei, helemaal niet makkelijk om die stappen te zetten. En je ziet ook een beetje, in alle eerlijkheid, bij de huidige minister dat ze wat moeite heeft, een mooie visie die er ligt, daar komen we nog wel over te spreken, denk ik, om daar ook concrete stappen te nemen. Want dat betekent dat je altijd mensen hebt, boeren die ervan profiteren en boeren die verliezen. Nou, die komen in opstand. Dus dat zal niet makkelijk zijn. Maar als het moet, ben ik bereid om dat te doen. Ja, zeker. Nou goed, met uw kennis kunt u ons natuurlijk ook een stuk meer vertellen over de stikstofcrisis. Want stikstof op zichzelf is niet giftig per se. 78% van de lucht bestaat hier gewoon uit stikstof. Dus waarom spreken we dan toch van een stikstofcrisis? Ja, dus één toevoeging. Kijk, stikstof op zich is, daar is helemaal niks mis mee. Maar we hebben het over verbindingen van stikstof met zuurstof. En dan krijg je eigenlijk twee soorten stikstof die wel gevaarlijk zijn. Het eerste is de NOx'en, die komen uit verbrandingsmotoren en uit alles wat eigenlijk, dus vliegtuigen, auto's, de verwarming, gasverwarming in je huis. Dat is slecht voor je gezondheid. Dus je ziet dat kinderen die in de buurt van een snelweg wonen, minder diep en minder vaak kunnen ademhalen. Dus ja, als je het hebt over, kunnen die ook mee met topsport, met de voetbal of met de atletiek, ja, dan hebben ze echt een achterstand. Dat is dus, dat is het, de stikstof die uit de industrie komt. En dan heb je de stikstof die uit de landbouw komt, de stikstofoxide, en dat is ammoniak. En dat zijn verbindingen die ontstaan doordat, simpel gezegd, in een stal pies en poep samenkomen. Dat gaat een reactie geven. Daar komt methaan uit, dat is slecht voor het klimaat. En daar komt ammoniak uit. En dat is slecht voor de natuur vooral. En wat is er precies slecht aan? Wat... Nou, het is eigenlijk een voedingsstof voor de natuur. En de natuur is heel slim. Dus als je een voedingsarme omgeving hebt, dan krijg je heel veel soorten die daar gaan groeien. Die heel goed samenwerken met elkaar in de bodem en ook met de dieren daaromheen. Dus je krijgt dan heel veel insecten, heel veel verschillende bloemen en planten. En dat noemen we biodiversiteit. Op het moment dat je heel veel voeding erop gaat strooien, zoals met ammoniak gebeurt, die uit de lucht komt met regen mee of anderszins. Ja, dan verdwijnt die rijkdom in de natuur, dan verdwijnt die biodiversiteit. He, kijk, sommigen zeggen, oh, dat is alleen maar een andere natuur. Maar dat is een sprookje dus. Het is een armere natuur, want die rijkdom die gaat weg. En dat leidt ertoe dat in sommige gebieden in Nederland, bijvoorbeeld eikenbossen, grote eikenbossen, niet meer vol in blad komen. Dat leidt ertoe dat er koolmeesjes zijn in bossen die met gebroken pootjes uit de eieren komen, omdat er te weinig calcium in de bodem zit. Want dat spoelt weg als er te veel stikstof in die bodem zich ophoopt. Dus er is wel degelijk een probleem met onze natuur. En onze natuur is ook een van de slechtste van Europa. Tot de 3-4% slechtste natuur hebben we van Europa. Dus een ieder die zegt, het is alleen maar een andere natuur. Die heeft echt een verkeerde voorstelling van zaken. Het is echt verarming van onze natuur. Okay. Ja, en u zei het net, onze natuur behoort echt tot een van de slechtste van Europa. En wij willen het nu ook even hebben over hoe we daar zijn gekomen. En een wet die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld, was de PAS. Programma aanpak stikstof. En toen Arjen Lubach het hierover had in zijn programma, omschreef hij de redenering achter deze wet als volgt. Als een persoon die zegt, nou, ik neem nu even lekker 3 extra stukken fly, want er komt toch wel een sportschool in mijn straat over een jaar. Kunt u een beetje uitleggen wat deze analogie te maken heeft met de PAS? Ja, nou, beter kan ik het bijna niet uitleggen, maar het komt erop neer. Om die natuur te beschermen, weten we al heel lang dat die stikstofuitstoot omlaag moet. Ja. Nou, we hebben Europese verplichtingen, dus je bent wel verplicht om daar duidelijk die stikstofuitstoot omlaag te brengen voordat je nieuwe economische activiteiten mag vergunnen. Voordat je een vergunning mag geven voor een snelweg, voor een stad of voor een stal. Nou, wat was nou de truc bij het PAS? Was eigenlijk inderdaad van, ja, die ruimte die komt er nog. Dus die gaan we nu alvast de helft van weggeven. En daarnaast gaan we met maatregelen de natuur opknappen. Dus je gaat bij wijze van spreken een heideveld, waar te veel voedsel op neerdaalt, ga je dat weghalen.
zodat je weer een armere natuur krijgt. En dat werkt ook wel tijdelijk. Maar het is dweilen met de kranen open op het moment dat die stikstofregen maar doorgaat. En die verzuring van die bodem toch weer gaat optreden. Nou, dat was de pas. Dus dat je eigenlijk, je neemt een hypotheek op iets wat er nog niet is. Ja, en dat, zeker als we het nu ook zo uitleggen, dan klinkt het heel logisch dat dit natuurlijk niet werkt. En dat mensen hier misbruik van proberen te maken. Dus wij vroegen ons oprecht af, hoe hebben zoveel partijen ooit voor deze wet kunnen stemmen? Inclusief D66. Ja, ja. Het is de context van van dat programma Aanpak Stikstof was in die tijd eentje van afbraak van het natuurbeleid. Het was eigenlijk net bleker geweest en Nederland liep helemaal voorop in de bescherming van de natuur. Want we hadden dat ecologische netwerk, dat netwerk van natuurgebieden. Daar zaten mooie bufferzones omheen, zodat je, dat het allemaal niet zo kwetsbaar is. En mooie verbindingszones. Nou, wat had Bleker gezegd? CDA, die had gezegd, die kunnen we wel allemaal schrappen. En dat was eigenlijk net gebeurd. En ook was het over het hekje gegooid van de provincies. Zo van het Rijk, die overigens voor de internationale doeleinden nog steeds aan het hekje staat. Daarvoor verantwoordelijk is. Dus de context was jarenlang afbraak van het natuurbeleid. En hier was voor het eerst een trendbreuk in die zin dat er weer extra werd geïnvesteerd in de natuur. Dus dat was voor D66 en ook voor de natuurorganisaties op dat moment de reden om te zeggen, we doen het voordeel van de twijfel. We hopen dat inderdaad die stikstof er nog uit wordt genomen. En we gaan dus voor. Het was het kiezen uit twee kwaden. Ja, u zei net ook het voordeel van de twijfel. Maar op een gegeven moment, en ook al best wel lang geleden, werd er al heel veel twijfel gezaaid. En dat is, u knikt al een beetje, dat was natuurlijk heel, heel zonde. Want er waren Kamerleden die zeiden, dit is juridisch onhaalbaar. Raad van State gaf adviezen. En toen opeens in 2019 was het veel te laat. En waar Thijs het over had in zijn speech, kwamen bouwprojecten stil te leggen. Stonden banen op het spel. Waarom was die twijfel pas genoeg toen het al te laat was? Nou, dat moet je eigenlijk aan Schouten vragen. Wij hebben er zeker achter de schermen aandacht voor gevraagd. En dat heeft er ook geresulteerd dat bijvoorbeeld in het klimaatakkoord, dat er deze zomer, vorige zomer al lag, we al maatregelen hebben genomen. Daar is 100 miljoen gekomen om in de omgeving van natuurgebieden boeren uit te kopen. Ja. Dus dat was al een beetje met van dat gaat toch niet goed met die stikstof. Dus iedereen zag het aankomen. Je had dan ook wel kunnen mogen verwachten dat het ministerie van LNV al veel sneller met maatregelen zou zijn gekomen. En dat gebeurde dus niet. En waarom? Denkt u dat er niets gebeurt? Ja, dat moet je aan hen vragen. En die vraag heb ik natuurlijk ook regelmatig aan de minister van Landbouw gesteld. Van je hebt toch wel scenario's klaar liggen. En daar werd altijd een beetje ontwijkend op geantwoord. Oké, u en heel veel andere politici die focussen vooral op de landbouw en op de boeren. Maar de boeren op hun beurt proberen juist ook te kijken naar het wegverkeer, naar Schiphol, naar de bouw. Hebben de boeren een punt? Nou, politiek wel, want ik zei net, er zijn twee soorten stikstof. Het ene komt uit de industrie en het andere komt uit de landbouw. Dus het wegverkeer is zeker ook een medeveroorzaker. Het luchtverkeer, hoewel dat dan in percentage klein is. Maar stikstofuitstoot boven 3000 voet telt dan niet mee in de statistiek. Maar het is wel gewoon uitstoot. Dus, hoe zit dat? Ja, dat hebben ze gewoon internationaal afgesproken. Dat stikstofuitstoot van de luchtvaart telt maar tot 1000 meter mee. En daarboven niet. De modellen kunnen daarboven, dan kun je niet helemaal zeggen waar het allemaal terecht komt met allerlei luchtlagen die daar ook nog voor afbraak zorgen van en ook of het heel ver wegwaait. Okay. Maar politiek is het zo dat je moet naar alle sectoren kijken. En dat is ook een kans, hè? Want hoe mooi is het als je straks woonwijken gaat bouwen waar de huizen energie leveren, waarbij de fiets de logische optie is, dat het openbaar vervoer zo goed is dat je eigenlijk geen auto nodig hebt. Om een keer naar oma te gaan. Maar dan heb je met 20 bewoners een deel elektrische auto. Ja. Weet je? Dus het is een kans om de maatschappij ook anders te gaan inrichten. Want het is niet alleen in de landbouw, maar ook in de andere sectoren zijn we gewoon ver over de grenzen gegaan van wat we ten eerste met elkaar hebben afgesproken juridisch. Maar ook van wat de ecologie aan kan. We zullen naar een andere maatschappij moeten die draait op zonne-energie
En daar zijn heel veel innovaties voor nodig. Dus ik vind het zeker zo dat ook andere sectoren dan de landbouw moeten kunnen bijdragen. Want we hebben het nu wel over stikstof. Maar we hebben ook een enorme opgave als het gaat om energie en klimaat. Ja. Nou ja, de op één na grootste factor in de stikstofuitstoot komt eigenlijk uit het buitenland. Dat wordt overgewaaid uit, komt overgewaaid uit Duitsland en België, bij wijze van spreken. Dus daar kunnen wij als Nederland zelf niet heel veel aan doen. Waarom lijkt het debat zich dan toch alleen te focussen op nationaal niveau? Ja, dat wordt ook vaak gezegd van ja, het komt zoveel uit het buitenland, ongeveer een derde. Ja, dus laten we het maar zitten. Maar we exporteren 5 keer zoveel stikstof als dat we importeren, okay, zal ik maar zeggen. Ja. Wat er over de grens waait. Dus ja, dat is natuurlijk hetzelfde met die idiote klimaatdiscussie. Van ja, Nederland heeft zo'n kleine bijdrage aan het wereldwijde klimaat. Het heeft helemaal geen zin om iets te doen. En maar ik bedoel meer, zeg maar, kunnen we die beter op Europees of mondiaal niveau oplossen? Vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja, dat moet je ook zeker doen, maar het zijn uitgerekend Europese regels waar we ons niet aan houden. Dus laten we dat eerst maar eens gaan doen. Dus er is eigenlijk al een aanpak op Europees niveau en we hebben ons gewoon daaraan te gaan houden. Oké. Okay. Nou ja, goed, nu we de crisis wat beter begrijpen, willen we ook graag kijken naar wat uw bijdrage was aan het debat. U was vroeger jarenlang lobbyist en u pleitte voor de groei van de melkveehouderij. Maar op een gegeven moment besloot u dat u toch 180 graden ging draaien en pleitte juist voor de halvering van de veestapel. Waarom? Ja, eerst maar even een correctie op dat bericht. Dat heeft inderdaad in de Telegraaf gestaan. Van, ik ben hier, voordat ik de Kamer inga, ben ik 6 jaar werkzaam geweest bij een vereniging van de zuivelverwerkers in Nederland. En waarom ben ik daar gaan werken? Dat is omdat op dat moment het ministerie ja, eigenlijk geen ambities had meer op verduurzamen. En ik had toen een gesprek met de voorzitter van die vereniging. Kees het Hart, dat is de baas van Friesland Campina. En ik vroeg, ja, wat wil je nou met zo'n vereniging bereiken? Of is het een schaamlab? Hè? Want dat zie je ook vaak gebeuren. En hij zei toen van, we willen de hele melkveehouderij willen we de meest duurzame in de hele wereld maken. En ook met weidegang. En dat moet een heel groot programma worden. En daar wil ik wel een bijdrage aan leveren. Want het was nodig om die groei die er inderdaad aan zat te komen, omdat die quota eruit gingen. He, dus de beperkingen die aan de productie, aan de melkproductie zaten sinds de jaren 80, he, was het een beetje gelimiteerd. En er was besloten dat die er vanaf juli of vanaf 2015 af zouden gaan. Nou, dan kun je dus uittekenen dat die productie gaat groeien. En wij wilden zorgen dat dat binnen milieuvoorwaarden plaatsvond. Dus groei, ja, dat zat erin. Maar ik heb er altijd bij gezegd van dat kan alleen maar als we die duurzaamheid versterken. Want alleen dan hou je je maatschappelijke positie en je economische positie. Die is gebaat bij die duurzaamheid. Maar op welk punt kwam je dan achter dat het blijkbaar niet duurzaam genoeg ging? En zo dus dat het inderdaad gehalveerd moest worden. Dus best drastisch. Nou, er zitten wel wat stappen tussen. Maar wat je zag is dat er weliswaar mooie stappen gezet toen vanuit de zuivel. Er werd dat hele verduurzamingsprogramma op klimaat, energie, ook weidegang. We hebben gezorgd dat die niet verder terugging. Maar als het ging om het groeien binnen de milieurandvoorwaarden, dan zag je dat dat gewoon niet lukte. Dat leidde ertoe dat de politiek moest ingrijpen en dat er fosfaatrechten kwamen. Dus dat is eigenlijk een ander probleem, dat er te veel uitspoelt naar het grondwater. Dus het vorige milieuprobleem. En ik zag dat het gewoon niet mogelijk was om dat vanuit het bedrijfsleven te doen. Omdat het voor boerenbestuurders, dus de bazen van de Friesland Campina's, de boerenbazen, zeg maar. Ja, te moeilijk was om tegen hun boeren te zeggen, ja, we moeten toch echt voorwaarden verbinden aan die groei. We moeten minder snel groeien. Tegelijkertijd zag je in de lobby dat we dan probeerden wel vanuit de politiek die voorwaarden te krijgen. Maar er ging een ander deel van de boerenlobby ging daar weer tegenin. Bijvoorbeeld bij de VVD-lobby. We wilden 100% grond onder elke uitbreiding van een melkveehouderij. Dat wilden we samen met de natuurbeweging. Nou, en er ging toen de zuidelijke LTO, de ZLTO, die ging lobbyen bij de VVD. En toen moest het maar de helft, mocht het nog worden. Dus ja, dus je zag dat de politiek eigenlijk te laat ingreep, niet ingreep, waardoor de problematiek te lang duurde. En wat je zag is eigenlijk aan de ene kant van de Tweede Kamer, dan zag je partijen die zeiden, ja, we hebben de beste boeren, zijn de tweede landbouwexporteur, we zijn het meest efficiënte. En de andere kant van de Kamer zei van ja, we hebben de grootste problemen. Ja. En toen dacht ik van ja, weet je, dit gaat niet werken.
ik wil gewoon de Kamer de politiek in om te kijken of ik met een inhoudelijk verbindend idee wel verder kan komen. Ja, en het inhoudelijk wellicht niet zo verbindende idee waar u uiteindelijk mee kwam, was dus het halveren van de veestapel. En kunt u ons uitleggen hoe u tot de conclusie bent gekomen dat de veestapel inderdaad gehalveerd moest worden? Ja, maar daar zit, dan mag ik dan even een stapje daarvan afgaan, want dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, en waar kwam het vandaan? Nou, dat heeft te maken met de manier waarop we in Nederland de landbouw hebben georganiseerd. Ik zei al, van heel veel mensen denken dat we de meest efficiënte landbouw ter wereld hebben. Ja. Maar als je kijkt naar het gebruik van de aarde door ons landbouwsysteem, dan is slechts een derde van wat we produceren aan biomassa op de aarde, dus aan potentieel voedsel, slechts een derde daarvan belandt rechtstreeks in onze maag. Een derde wordt verspild en een derde wordt aangebouwd als veevoer van de oppervlakte op de aarde. En dat is dus heel erg verspillend, heel erg inefficiënt, want je hebt altijd een paar kilo van die granen nodig voor 1 kilo dierlijk eiwit. Ja. Dat is de basis van het verspillende karakter, van het niet efficiënte karakter van onze voedselproductie in Nederland. Nou, vanuit die gedachte ben ik toen ook naar de Universiteit Wageningen gegaan. En daar was is nog steeds een hoogleraar, Imke de Boer, met een promovenda, Hanne van Zanten, die had dit allemaal verder doordacht. En vervolgens ben ik eigenlijk, daar was ik op 17 januari 2017, voordat ik de Kamer inga. Ik denk, ja, dit is het idee. We moeten naar van een lineaire efficiëntie, dus per eenheid product doen we het prima, naar een soort systeemefficiëntie, naar een circulaire efficiëntie. He, dus van het Nederlandse landbouw is een beetje te vergelijken met een Japans autootje dat 3 liter benzine op 100 kilometer gebruikt. Helemaal niks mis mee, maar het is nog steeds gewoon een fossiel model. Dus we moeten naar systeemefficiëntie. Nou, dat heb ik vervolgens kringlooplandbouw genoemd en eigenlijk gezorgd dat het in het regeerakkoord kwam. En uiteindelijk kwam het in de kern van het kabinetsbeleid. En het kabinet had gezegd, nou, het huidige model is niet meer houdbaar, dus dat is al prima. En die kringlooplandbouw hadden ze vervolgens daar als alternatief neergezet. Nou, en dan zal ik even kort vertellen wat die kringlooplandbouw is. Dat zijn in essentie zijn dat 4 zaken die je anders gaat doen. Het eerste is, ik zei het al een beetje, je gaat anders voeren. Dus dieren ga je eigenlijk, bijvoorbeeld koeien, alleen nog maar houden op gronden waar niks anders groeit dan bijvoorbeeld gras. Mensen kunnen geen gras eten, koeien wel. Nou, dat is prima om koeien gras te geven. Dat is heel efficiënt gebruik van de aarde. Varkens, die kun je heel goed reststromen. Dat zijn opruimers, dat waren ze van nature al. Maar we zijn ze in dat Nederlandse landbouwmodel, zijn we ze heel veel granen gaan voeren. Soja, mais, dat we over de hele wereld aanvoeren. En waar we ook regenwouden voor moeten kappen in Zuid-Amerika. De helft van het voer van varkens en ook van kippen bestaat uit eten dat mensen ook kunnen eten. Daar zit die verspilling in. Dus het bestaat uit mais en soja. De helft van het voer. Waarom is dat gebeurd? Waarom zijn ze ooit overgeschakeld naar die soja? Terwijl het toch efficiënter kon. Nou, dat heeft ermee te maken dat we in de Europese Unie hadden afgesproken dat het importeren van dat soort granen van over de hele wereld tegen een heel laag tarief zou kunnen plaatsvinden. Dat noemen we wel het gat van Rotterdam. Dus ja, dat was hartstikke goedkoop om te doen. En daar is de hele Brabantse intensieve veehouderij op gebouwd. Okay. Dus de eerste beweging is voer. Dus je geeft geen eten meer aan dieren dat mensen ook kunnen eten. Dat betekent nogal wat. Tweede is dat je anders omgaat met mest. Ik zei het al, in een normale kelder, mestkelder, komen pies en poep samen. Nou, een enorme hoeveelheid methaan en ammoniak gaan de lucht in. Slecht voor klimaat, slecht voor de natuur. Dus je moet zorgen dat je goede, in plaats van een rotte mest die we nu hebben, een mooie organische mest krijgt die je gewoon weer op het land kan gebruiken. Dat is 2. Derde is, wat er moet gebeuren, is de omgang met de bodem. We hebben nu een landbouwmodel waar je met heel veel chemische inputs een hoge productie bereikt. Kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Terwijl de biologie in die bodem, als je die weer weet te begrijpen, heel hoog productief en heel intelligent is om die planten te beschermen. En er werken miljoenen schimmels samen in de bodem rondom die wortel om te zorgen dat die planten groeien.
Er zit 3,5 miljard jaar innovatie in de bodem, maar dat zijn we de laatste 70 jaar gewoon volledig vergeten van hoe dat werkt. Dus dat is 3. En de laatste beweging die je moet maken is dierenwelzijn. Op dit moment is de manier waarop we dieren houden in Nederland, is gewoon, ja, laat ik maar zeggen, bij de beesten af. Dat is niet meer van deze tijd. Je moet zorgen dat als je dan al een dier houdt, om het uiteindelijk te slachten, dat zo'n dier een goed leven heeft gehad. En dat kan, maar dan moet je deskundigen laten bepalen wat is dan een goed leven voor een varken of voor een kip of voor een koe. Nou, dat zijn de 4 dingen die je moet doen. Waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat je veel minder dieren overhoudt. Want je hebt onder de streep nooit meer dieren dan je nodig hebt aan mest voor je land. Je hebt nooit meer dieren als dat er voedsel beschikbaar is op marginale gronden of aan reststromen. Nou, dat zou op dit moment, als je die gedachte in 1 keer zou doorvoeren, zou dat tot 70% reductie van de varkens en de kippenstapel leiden. Dus 70%. Als je nu halvering zei, was je eigenlijk nog een beetje voorzichtig. Ik was heel gematigd, ja. Dus wat ik eigenlijk heb gezegd is van, ja, kijk, deze visie, die heeft consequenties. Want die stond weliswaar op papier. Ja. En iedereen was heel tevreden. Ik denk, ja, dat kan natuurlijk, dat gaat niet goed. Ja. En toen stelde Carola Schouten, de minister, ook nog voor in september. Dat is een detail, maar om bijvoorbeeld het couperen van biggenstaart. Hè, die varkens zitten allemaal in een donker hok en die vervelen zich. Die gaan elkaars staarten knabbelen. Ja. Dus wat is dan de oplossing? Nou, die knippen ze eraf. Hè, ja, zo, dat is in het huidige systeem. Nou, dat heeft ze dan nog toegestaan tot 2030. Dat is ook de einddatum van die visie die ze zelf had gepresenteerd. Hmm. Wat voor signaal geef je dan af? Ja. Daarom zei ik eerder van, ja, zo'n visie uitrollen is gewoon, ja, een heel erg pijnlijk proces en een ingrijpend proces. Dan moet je ook bereid zijn als minister niet alleen het goede verhaal van die kringlooplandbouw te vertellen en het in een nota te schrijven, maar je moet van dag tot dag dit soort beslissingen niet meer nemen. En dat was voor mij ook de druppel, dat ik denk, ja, we hebben een stikstofcrisis. Heel Nederland staat vast. Er kunnen geen huizen worden gebouwd voor jonge mensen. De natuur ligt op zijn gat. Ik zie hier een minister die onvoldoende eigenlijk consequentie trekt uit haar eigen visie. Nou, toen heb ik het maar op zijn, op zijn politieks gezegd wat er moet gebeuren. En dat is dan een halvering van de veestapel. Dus het is een lang antwoord, maar het kwam niet uit de lucht vallen. Oké, okay. Ja, we willen nu, voordat we een beetje verder gaan naar wat we net al zeiden, de politieke reacties en de andere reacties op uw voorstel, toch nog even wat dieper hebben over die kringlooplandbouw. Nog dieper dan u het zelf net hebt uitgelegd. Dus we zien dat in de landbouw jarenlang is ingezet op schaalvergroting en de daarbij komende kostenverlaging. Dus hoe kunnen we met die kringlooplandbouw, die juist voor krimp gaat zorgen, nog steeds die bedrijven winstgevend houden? Oftewel, zitten er economische kansen verbonden met kringlooplandbouw? Ja, de economie is nog een heel lastig punt in die hele, in die hele transitie. In het huidige model is het zo dat bijvoorbeeld een melkveehouder, die krijgt letterlijk net zoveel voor een liter melk als 30 jaar geleden. Dus dat betekent dat de enige manier waarop een boer nog een beetje meer geld kan verdienen, is om intensiever te produceren dan zijn buurman. Ja. En elke efficiëntiewinst die eigenlijk is bereikt op het primaire bedrijf, die wordt afgeroomd in de keten daarna. Dus door de verwerkende industrie, door de supermarkt. Bovendien komen op een boerenbedrijf allerlei zich adviseurs noemen. Maar het zijn verkopers. Dus het is de adviseur, verkoper van veevoer, van chemie, van de loonwerker die zegt, zal ik dat grasveld maar eens helemaal strak trekken, want dan gaat de productie omhoog. Er komt ook geen vogel meer in voor, maar goed. Hè, dus iedereen om die boer, die zit helemaal in die intensiverings, in die kostprijsstrategie, die op dit moment uitgangspunt is. Dus hoe kom je nou van die kostprijsstrategie naar een opbrengststrategie? Nou, ja, als je kijkt bijvoorbeeld Zwitserland, maakte ooit hele dure horloges. Of die zag dat er de goedkope horloges, die kwamen op een gegeven moment in Japan uit de jaren 70 en 80. In de jaren 70. Dus die dachten, ja, wij zijn het horlogeland. Dus die zijn toen hele dure horloges gaan maken. Dus Nederland is een van de duurste landen ter wereld überhaupt om voedsel te produceren. Een hectare kost hier 80 tot 100.000 euro. Dat is een onvoorstelbaar hoge bedragen. Dus wat je moet doen, is je onderscheiden op de markt. Je moet iets anders doen dan de buurman. En niet iets efficiënter.
zodat je andere marktproposities gaat krijgen. Nou, dus een voorbeeld is bijvoorbeeld het kipsterei. Die zijn heel anders gaan nadenken over hoe ga ik die stal vormgeven? Hoe ga ik die keten doen? En die liggen nu bij Lidl en die leveren aan Alberon. Eieren die eigenlijk goedkoper zijn nog dan biologisch, maar ietsje duurder dan conventioneel. En die hebben dat hele concept volgens dat idee van die kringlooplandbouw vormgegeven. Maar door het hele concept, dus ook die haantjes worden niet meer... Nou ja, goed, dat is een heel verhaal omheen. Dus je moet het economische model omdraaien door te gaan kijken naar een verhaal met toegevoegde waarde. En dat betekent ook dat vanuit de supermarkten anders gedacht moet gaan worden. Ook een vaste relatie met die boeren zelf. Nou, ook in de varkenshouderij heb je nu concepten komen er, het familievarken. Op een andere manier, via die kringloopgedachte, stallen worden vormgegeven. Wat is dan het familievarken, als ik vragen mag? Nou, wat die hebben gedaan is, die zijn begonnen bij het varken. Wat wil een varken doen? Die wil een beetje wroeten, die wil een beetje spelen. Dus die hebben daaromheen een stalconcept verzonnen. Samen met Dura Vermeer, een groot bouwbedrijf. En die hebben dat helemaal duurzaam vormgegeven, volgens die principes van kringlooplandbouw. En, nou, die hebben nu een proefboerderij en als dat allemaal wordt goedgekeurd, dan kunnen dat bouwbedrijf, kan er zo 100 gaan bouwen. Ja. Nou, daar zijn al supermarkten in geïnteresseerd om dat in hun schappen te leggen, zodat je eindelijk ook een betaalbaar alternatief hebt voor de kiloknaller. Nou, dat is de manier waarop het moet. Dus je moet gaan kijken naar hele andere concepten en je moet dus iets anders gaan doen dan je buurman en niet intensiever dan je buurman. Ja, we wilden nu nog even terug naar midden in die stikstofcrisis en hoe u dat zelf hebt meegemaakt. Want u zei het zelf ook al, in 2017 kwam u pas in de Kamer en dan duurt het even om ervoor te zorgen dat iedereen je kent. Maar bij u ging dat heel snel, omdat u natuurlijk die controversiële uitspraak deed. Toen kende opeens iedereen u en waren er enorme boerenprotesten. Heeft u ergens spijt van die uitspraak over de halvering van de veestapel? Nou, die uitspraak was noodzakelijk om te doen. Ik heb ook net uitgelegd waarom. Hè? Ja. Dus iedereen, er lag een visie waar ook in die visie stond. Het huidige systeem is niet meer houdbaar. Dat is een hele vergaande uitspraak. Vervolgens gebeurde er eigenlijk nauwelijks iets, of eigenlijk gewoon niks. Dus mijn nul situatie, zal ik maar zeggen, mijn controlegroep heb ik niet echt, want ik weet niet wat er anders zou zijn gebeurd. Maar er gebeurde gewoon helemaal niks. Dan heb je zo'n stikstofcrisis. Het voordeel van de huidige situatie is wel dat we het erover hebben. We zitten hier ook. En ik zit ook op andere plekken. En ik sta voor boerenzaaltjes om het uit te leggen. En ik denk dat het nodig is om dit gesprek te voeren hierover. Zodat ook boeren zelf inzien en doorvoelen van het is niet houdbaar, maar er is een alternatief. En het zet ook wat meer druk op het ministerie van LNV om nou echt een keer met duidelijkheid te komen. Want dat is mijn ervaring wel. Als ik zo voor zo'n zaal boeren sta, dan... Ik leg uit dan, en wat is die kringlooplandbouw? En op een gegeven moment zeg ik van, jongens, jullie zijn toch ook niet gek? Jullie weten toch dat er iets moet gebeuren? En in het begin waren ze helemaal boos en zo, en met trekkers voor de deur en een hooivork naast je voet. Maar als ik dat zeg, van jullie weten toch dat er iets moet gebeuren? En dan laat ik stilte vallen en het blijft stil. En dat betekent gewoon, ze weten het. En het enige wat ze dan zeggen is, zeg het dan maar. Geef die duidelijkheid vanuit de overheid. Nou ja, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Alleen ik ben dus niet de minister, dat moet echt de minister doen. Die heeft een heel apparaat, die kan wetten maken. Dus daar probeer ik haar zoveel mogelijk toe op te porren. En had u eigenlijk, voordat u die uitspraak deed, al zien aankomen dat er zulke grootschalige protesten zouden komen? Nee, dat heb ik in alle eerlijkheid had ik zeker een reactie verwacht. Het interview zelf was overigens, voor zover dat kan, in een interview heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk dat hele idee uit te leggen. Uiteraard weet ik van met zo'n kop zal het hard gaan. Wat eigenlijk veel kwetsender is geweest voor die boeren, is dat zogenaamde boerenpartijen als de ChristenUnie, Gert-Jan Segers zei, D66 wil de boeren halveren. Of dat Schouten zei, dat is niet chic. Terwijl het haar eigen visie is, die ik een beetje in mijn eigen woorden weliswaar had uitgelegd. Ja. Of dat er boerenvoormannen zeiden, D66 wil dat elke boer de helft van zijn veestapel
inlevert. En dat is natuurlijk heel kwetsend voor hun eigen achterban. Want wat ik had gezegd in het interview was simpelweg van ja, 4 op de 10 boeren willen stoppen. Zorg, er is nu geld voor die boeren die willen stoppen. Zorg dat er een regeling komt, die was er nu eindelijk ook, hè, ja. Dat ze kunnen stoppen. En die boeren die doorgaan, die moeten doorgaan kunnen op het gebied van kringlooplandbouw. Dus, maar dat betekent wel dat we nu hele harde politieke keuzes moeten maken. Dat was ongeveer de strekking van het interview. Dus eigenlijk was het nog heel genuanceerd. En zoals jij terecht zei, de werkelijke reductie. En het werd me laatst ook voor een zaal biologische boeren gezegd. Van ja, u bent veel te gematigd geweest, want het is 70% reductie. Oké, ja, nou goed. U zegt zelf net ook al dat het natuurlijk niet chic was van Carola Schouten. Dus voelde zich eigenlijk verraden door de coalitiepartners. Nou ja, wat ik heb gedaan. Zij zei dat het is niet chic. Maar wat ik heb gedaan is gewoon die visie, de consequenties neerleggen. Kijk, op het moment dat je een zo vergaande mooie visie neerlegt, dan moet je ook de moed hebben om de consequenties te benoemen. Want uiteindelijk gaat dit ook over vertrouwen in de politiek. En je kunt zeggen van, daar op dat Malieveld, op het moment dat je eigenlijk zegt tegen al die boeren die zelf ook al weten dat er iets aan de hand is, anders staan ze daar niet. Hè? Want ze protesteren ook in Frankrijk en in Duitsland. Dus het gaat om meer dan alleen die uitspraak. Er is wel degelijk iets aan de hand. Dan heb je als taak, als middenpartijen, om te zeggen, beste, jullie zijn de beste boeren en we staan naast jullie en we helpen jullie. Maar er zijn wel een paar dingen waar we het met elkaar over moeten hebben. Ja. En dat is de taak als middenpartij. Als je dat niet doet, je moet toch die maatregelen nemen, in dit geval van de rechter. Dan word je ook niet meer vertrouwd. En vertrouwen in de politiek, en zeker het herstel van vertrouwen, begint met toch te vertellen waar het over gaat. Ook al is dat ongemakkelijk, ook al is dat niet makkelijk om te doen. Je hebt dat als taak. Want het enige effect is als je het niet doet, dan jaag je de kiezer en de boer de flanken in. Namelijk naar de partijen die werkelijk niets zullen doen. En dat waren de partijen die bij de tweede demonstratie, met Malieveld, waren alleen dat soort partijen nog welkom. Zoals Forum en Wilders. En die partijen garanderen je één ding aan de kiezer en aan de boeren. Wij zullen niets doen aan klimaat. Wij zullen niets doen aan stikstof. Laat die natuur maar verrekken. En als het water hier over de duinen komt, dan zien we wel weer. Dan hebben we onze lol gehad. En ja, je moet dus echt als middenpartijen heb je als taak om ook ongemakkelijke waarheden te brengen. Nou ja, en D66 die doet dat. In dit geval hebben we het misschien ook iets makkelijker. We hebben geen boerenachterban, zeg ik er eerlijk bij. Maar we hebben dat ook gedaan met de aftrek met andere heilige huisjes. Als de aftrek van de hypotheekrente. Of de discussie over de pensioenleeftijd. Dus ja, iemand moet het doen, zeg ik er maar bij. Nou, ik denk dat het tijd is om even te kijken of het publiek nog wat wil vragen aan u. Is er iemand in het publiek die graag een vraag wil stellen? Ja, dat is een vraag. U zegt dat het voor polarisatie zorgt en als je niet de waarheid zegt, dat dan andere partijen hun waarheid gaan verkondigen. Maar denkt u niet dat u het misschien politiek slimmer had kunnen spelen? Dat u dit uitspraak bij de Kamer had kunnen houden? U zegt het kabinet stond achter mij, mensen het waren met me eens, het was een mooi plan dat er lag. Dat u dat gewoon had kunnen doorvoeren met het kabinet, wellicht met Partij van de Dieren, bijvoorbeeld GroenLinks. En daarmee samenwerken en daarmee het akkoord sluiten en daarmee de wetten maken zonder de hele oproer te krijgen met het 50% halveren en allerlei partijen die zich tegen afzetten. Ook de VVD en CDA die zeggen nee, we zijn een boerenpartij, we houden van onze boeren. Waardoor juist dit akkoord veel minder kans van slagen heeft, in mijn idee, dan het had voordat u dit soort uitspraken deed, omdat het toen het kabinet mee eens was. Ja, vind ik dat is een terechte vraag. En we hebben het er net ook al even over gehad. En dat is ook mijn eigen twijfel. Hè, van heeft dit het idee van die kringlooplandbouw naar dichterbij gebracht of niet? En er zijn eigenlijk twee elementen in je vraag. Het eerste is, ik denk het wel, want er gebeurde eerst niks. Dus ja, je hebt als politiek ook wel de taak om die kleine stappen te zetten. Ook al zijn ze moeilijk. En die werden niet gezet. Dan zul je eerst toch met elkaar door dit proces moeten gaan, hoe pijnlijk het ook is en met hoeveel heftige discussies het ook plaatsvindt. We gaan afscheid nemen van
een succesmodel, 70 jaar, ooit bedacht door Mansholt, minister van Landbouw, later eurocommissaris, waar we gewoon de beste in de wereld mee zijn. Dus om dat zomaar te verlaten, zal discussie vergen. En daar was denk ik dit voor nodig. Andere deel van de vraag is, moet je het dan niet met de Partij voor de Dieren en GroenLinks doen? Kijk, nu is het zo dat je hebt in de Tweede Kamer heb je eigenlijk twee soorten partijen. De ene die zijn bereid om regeringsverantwoordelijkheid te nemen en dan met kleine stappen uiteindelijk in wetgeving de goede richting op te gaan. Dat doe je in een coalitie. Dat doet D66 in een coalitie met drie landbouwpartijen. En die stappen zijn we nu ook aan het zetten met stikstof. Dat doe je niet met de oppositiepartijen. De oppositiepartijen die hebben als taak, zeg maar, of als zichzelf, die kunnen nooit echte stappen zetten. Dus die kunnen alleen met respect voor hun rol. Een Partij voor de Dieren zal nooit gaan regeren. Dat is eigenlijk een NGO, maar dan in de Kamer. Want dat zeggen ze ook zelf. Hè? Zij hebben hun waarheid, en die is prachtig misschien. Maar om hem te realiseren zul je ook verantwoordelijkheid moeten nemen. En in Nederland is nooit iemand de baas. En zul je dus coalities moeten sluiten, waardoor je uiteindelijk kleinere stappen zult gaan zetten. Nou, en je ziet dat ook een partij als GroenLinks, hoewel ik het inhoudelijk daar heel eind in meega, tot nu toe in de 30 jaar dat ze in de Kamer zitten, nooit die stappen hebben gezet. Dus wetten maak je echt met de partijen in de coalitie. Dus ja, het was ook heel mooi geweest dat als GroenLinks wel ja had gezegd en mee had gedaan, dan waren we nog wat sneller, hadden we wat sneller gekund. Dus dat zijn de twee antwoorden op je vraag. Ja, ik denk dat het noodzakelijk is geweest om toch de kat de bel aan te binden, of de knuppel in het hoenderhok te gooien, omdat je door deze maatschappelijke discussie moet. En ja, wetten en stappen maak je in de coalitie, en die gebeuren nu ook. Ik ben niet tevreden met het antwoord, maar het is een hele goede vraag. Van mij mag nog een keer, want dit is de kern van ja. Ja, moet ik weer staan. Hij komt hier vaker. Ik kom hier vaker. Ja, ik vind het interessant, want u zegt het akkoord wat we hebben bedacht, u heeft het in 2017 bedacht. Daarbij gaat er nog wat tijd over om het door te lezen. Misschien 2018, 2019. U zegt, er gebeurde niks. Maar u kunt toch geen twee jaar, u kunt toch wel meer dan twee jaar wachten voordat iets gebeurt. Het is toch heel begrijpelijk. Politiek is een lang spel. En deze democratie met coalitie, onderhandelen, polderen, duurt het gewoon lang voordat er iets gebeurt. En dan hoef je niet per se, als het binnen twee jaar niet lukt, dus zulke drastische maatregelen te nemen. Dacht u niet dat u wat langer had kunnen wachten dan twee jaar? Kijk, dat is een nadeel dat ik al een jaar of 30 bezig ben in dit vak. He, dus elke keer heb ik gekeken van wat kan ik nou aan kleine stapjes zetten. En er zijn kleine stapjes ook mogelijk. Maar wat je zag is een patroon dat ministers van Landbouw eigenlijk twee dingen doen. Ze stellen de problematiek aan de orde. Ze zeggen het kan zo niet langer. Hè. Zo Veerman, die het Van Brinkhorst ooit overnam, die had een dialoog over de intensieve veehouderijen. En Wijfels, dat was een commissie die werd ingesteld, die zei toen al in 2001, het kan zo niet langer met die intensieve veehouderijen. We moeten iets anders doen. Het spreekwoord is, we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Vervolgens kwam Verburg. Verburg die zei ook zoiets, we moeten minder dierlijke eiwitten gaan eten, we moeten een eiwittransitie hebben. Hartstikke leuk. En de kern van het systeem liet ze ongewijzigd. Nou, toen kwam Dijksma, toen kwam Van Dam. En Van Dam die dacht, we moeten een voedselbeleid hebben. Want dat had de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2014 gezegd. Dus die organiseerde een voedseltop met allemaal leuke initiatieven en ideeën. En zeker ook stapsgewijze verbetering. Maar de kern van het systeem liet hij ongewijzigd. Dus dat patroon, het benoemen van, ja, het kan zo niet langer, en zelfs een paar inhoudelijk goede ideeën hebben hoe het anders moet, had ik veel te vaak gezien. Hier moeten we door, want anders is deze periode weer voorbij. Hè, want je moet in het derde jaar van die coalitie, moet je echt die wetgeving, kijk, je hoeft het allemaal niet van vandaag op morgen te realiseren, maar je moet onomkeerbare stappen zetten. En die waren in die 30 jaar dat ik meedraai en dat die problematiek al duidelijk is, nog nooit gezet. Dat moet wel gebeuren. Ben je min of meer tevreden, Pelle? Oké, we mogen door van de grote baas. Ja. Nou goed, afgelopen vrijdag
zijn er nieuwe plannen gelekt van minister Schouten, waar het is gebleken dat er geen gedwongen halvering van de veestapel komt, maar dat er een vrijwillige vermindering daarvan komt. En dat daar honderden miljoen euro's voor beschikbaar komen. Als boeren besluiten om niet te stoppen, dan wil de overheid ook bijspringen met subsidies voor innovatie in principe. Denkt u dat deze vrijwillige stoppersregeling gaat werken? Denkt u dat dat zin gaat hebben? Ja, kijk, dat is natuurlijk... Ik vind het logisch om te beginnen bij de boeren die toch al willen stoppen. Ja, als je net een nieuwe stal hebt, je hebt een jong gezin en je gaat ervoor, ja, dan ga je niet stoppen. Dan ga je niet vrijwillig stoppen. Nee. Ik vind het ook een slimme besteding van overheidsgeld dat je gaat beginnen bij die boeren die toch al willen stoppen. En er is ooit een onderzoek geweest dat 4 op de 10 boeren willen stoppen. Die uitkoopregeling voor de varkenshouderij, die nu net is afgesloten, daar bleek ook dat in plaats van de geschatte 350 boeren, varkenshouders die wilden stoppen, meer dan 500 wilden stoppen. Ja. Dus dat is al 14% van de varkensstapel. Nou, dat is al meer dan, als dat allemaal uiteindelijk lukt, is dat meer dan gedacht in deze kabinetsperiode. Ja, want ik heb ook nooit gezegd, je moet in deze kabinetsperiode die veestapel halveren. Ja, je moet een lange termijn perspectief neerzetten, die kringlooplandbouw doorvoeren. Dat leidt tot minder dieren. Dat is eigenlijk een mooiere weg dan nu voor veel geld boeren uitkopen. Maar omdat de situatie zo acuut is, omdat we niet kunnen bouwen, omdat de natuur op zijn gat ligt, ja, moet je dus ook op deze sanering manier doen. En ik vind het niet meer dan logisch dat je begint bij die boeren die toch al willen stoppen. Okay. En stel dat dat begin niet lukt, zou je dan uiteindelijk dwang gebruiken om de natuur te beschermen? Ja, kijk, bij de varkenshouderij zie je dat het helemaal geen dwang nodig is. Ja. We zullen nu zien, ik hoop dat die regeling nou ook snel er komt, of we genoeg melkveehouders ook in de omgeving van die Natura 2000 gebieden willen stoppen. Als dat niet zo is, ja, dan moet je een ander verhaal. Dan moet je toch kijken of je... Rutte heeft het dan over verplaatsen van bedrijven. Ja. Daar is iets al minder vrijwillig. Het is een beetje een non-discussie. Er werd gisteren ook in Buitenhof een groot nummer van gemaakt. Maar je begint bij de vrijwilligen. Ja. Maar kijk, je moet ook niet gek zijn als overheid. Als je zegt alleen maar vrijwillig, dan gaan sommige boeren die op zich wel willen, die gaan achteroverleunen en die zeggen, nou kom maar, want het is vrijwillig. Dus ja, ergens zal die vrijblijvendheid er ook wel af moeten. Ja, nou goed, een van de grootste vervuilers hier is natuurlijk eigenlijk vlees. U heeft zelf besloten om in november vegetariër te worden. Waarom precies toen en niet eerder? Nou, ik hou heel erg van vlees. Dus dat ik vind het ook een persoonlijke keus voor iedereen. Mijn jongste dochter is vegetariër en mijn vriendin is vegetariër. Dus het is wat makkelijker. Dus ik at al eigenlijk nauwelijks vlees. Maar kijk, een van die vier bewegingen die ik zei is dierenwelzijn. En dat is gewoon echt die industrialisering. Wekelijks komen berichten over dat, ja, die bandsnelheid in slachthuizen, de manier waarop met dieren in de slacht wordt omgegaan, de manier waarop dieren op transport worden gezet. Het is allemaal doorgeschoten, het is doorgedraaid. En zolang dat nog het systeem is, ja, kun je eigenlijk niet meer veroorloven om vlees te eten. Dat is de keuze die ik voor mezelf heb gemaakt. Voor de rest moet iedereen het echt voor zichzelf weten. Op het moment dat die kringlooplandbouw helemaal is doorgevoerd, dan... En het is gewoon netjes mooi voor die dieren ook. Hoewel je geen recht op leven kunt geven. Nou, dan ga ik misschien wel mijn vlees eten. Maar voelde u nou ook een bepaalde druk om zich te bekeren dankzij de stikstofcrisis? Nou, ik at al nauwelijks vlees. Het is wel zo dat, ja, doordat je dat dan bekend maakt, dat het niet helemaal meer een privébeslissing is, maar ook wel publiek. Ja. Maar goed, je hebt ook als Kamerlid soms ook een voorbeeldfunctie. En misschien heb ik met deze beslissing ook anderen over de streep geholpen. En dat is natuurlijk altijd mooi. Ja. Ja, nu, u zei, het is voor iedereen een persoonlijke keuze om wel of niet minder vlees te gaan eten. Maar wat we nu helaas zien is dat dan, als we het vrijwillig houden, dat niet genoeg mensen die persoonlijke keuze maken. Denkt u dat er een rol is van de overheid om vlees een stuk duurder te maken bijvoorbeeld? Zodat meer mensen toch overstappen naar die keuze die beter is voor het milieu en beter voor de dieren? Ja, als dat alternatief er ligt, dan zou je dat kunnen doen. Ik aarzel wel. Ten principale is het zo dat nu in de kosten voor heel veel producten in de supermarkten, waaronder vlees, ja, niet de werkelijke kosten zijn die het eigenlijk aan de aarde heeft gekost. Hè. We moeten nu voor veel belastinggeld boeren opkopen en we moeten de natuur gaan beschermen.
Dat zijn eigenlijk kosten die in ons voedsel hadden moeten zitten. Ja. Dus ja, ten principale is er iets mis met ons systeem. Ik weet niet of een heffing op vlees het allerslimste is om te doen. Uiteindelijk zullen die supermarkten een hele assortiment duurzaam moeten hebben. Dus niet alleen vlees, maar al die producten die ze in hun schappen hebben. Dus ik ben op dit moment wel aan het nadenken over hoe krijg je nou supermarkten zover. Ja. Om zover te krijgen. Ik heb er vorige week ook een idee voor gelanceerd. Nou, vertel. Ja, daar kan ik nog niet zo. Soms beginnen ideeën en dan kan ik het nog niet zo helder verwoorden. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je de bazen van de supermarkten, die willen natuurlijk een duurzaam bedrijf leiden. En ook aandeelhouders, die willen eigenlijk hun geld investeren in een duurzaam bedrijf. En je ziet eigenlijk in de accountancy steeds meer de social accounting en ook die sustainability accounting opkomen. En daar komen ook internationale standaarden voor. En dat is allemaal nu nog een beetje vrijblijvend, maar dat is wel in opkomst. En er is ook een Europese richtlijn die eigenlijk de grotere bedrijven verplicht om zoiets te doen. Nou, zoiets zou je kunnen aangrijpen om dan met een groep van experts eigenlijk een soort brons, zilver, goud model van je assortiment. Hè? Dus wil je als supermarkt bij de bronzen of bij de zilver of bij de gouden horen, dan zul je een bepaald deel van je assortiment duurzaam moeten hebben. En dat ga je dan ook vertalen natuurlijk naar individuele boeren. En die zou je dan weer vanuit de andere kant kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld, je krijgt alleen maar een nieuwe milieuvergunning vanuit de gemeente als je investeert in een gouden standaard. Of je krijgt alleen nog maar geld van de Rabobank als je in de hoogste standaard zit. En zo doe je het aanbod maak je duurzamer en de vraag maak je duurzamer in de zin van kringlooplandbouw op die vier bewegingen die ik zei. Ja. Nou, een dergelijke gedachte ben ik nu mee bezig om te kijken of dat in ieder geval in het verkiezingsprogramma van D66 kan komen. Ja. En ik probeer de minister een kamermeerderheid voor een voorstel te krijgen om de minister alvast even op deze weg te laten nadenken. Ja, ik denk, en misschien spreek ik voor allebei, misschien ook niet, maar het klinkt als een heel goed plan. Maar er is ook nog een soort van backup voor als dit niet zou werken. Dus stel, mensen kunnen gewoon niet van vlees af, dan zou eventueel ook kweekvlees hier een uitweg kunnen bieden. En voor de mensen die dat niet weten, kweekvlees, daar komen eigenlijk bijna geen dieren aan te pas. En het zou tegelijkertijd heel veel problemen oplossen. Namelijk mensen zoals Tjeerd en ik, maar ook als Thijs, die van vlees houden, maar zich wel schuldig voelen, zouden zich kunnen overschakelen naar kweekvlees. Het is beter voor het milieu en er is minder dierenleed. En recentelijk heeft u ook een motie in de Kamer over kweekvlees ingediend. En hoewel dit door is gekomen, waren er nog steeds 5 partijen tegen. En dit klinkt toch echt als een plan wat iedereen verbindt. Dus waarom hebben er nog steeds 5 partijen tegengestemd? Ja, bizar is dat. Dat is, ik beschreef hoe inefficiënt ons landbouwsysteem is. Hè? Ja. Dus door die grote nadruk op veevoer. En als we nou die groeiende wereldbevolking willen kunnen voeden, hè, want we gaan groeien van 6 naar 10 miljard mensen, dan heb je 3 aardbollen nodig om al dat veevoer te kunnen maken. Om die hele, dus dat gaat gewoon niet werken. Dus je moet die efficiëntie van het landbouwsysteem vergroten, hebben we het over gehad. Dat is kringlooplandbouw. En je moet innovaties benutten. Nou, het is dus nu al technisch gezien mogelijk om cellen zich te laten delen in een laboratorium, spiercellen. Ja. Tot nu toe moest dat eigenlijk op een soort dierlijk serum, een kalfserum, daar moet je ook weer dieren voor doden. Maar er zijn nu innovaties en start-ups bezig met een plantaardig serum, een plantaardig middel waar die cellen in kunnen groeien en delen. Nou, dat zou kweekvlees kunnen worden en binnen een paar jaar verwachten we dat de eerste producten op de markt zullen komen. Nou, Nederland heeft in 1999 eigenlijk de eerste patenten gestimuleerd dat die er kwamen. En waren helemaal voor en alles. En dit kabinet, op een gegeven moment lag er een stuk kweekvlees voor de experiment. Dat gingen ze in beslag nemen. Dus nou, dat is natuurlijk een hele rare innovatie of een manier om met innovaties om te gaan. Dus wat er nodig is, eigenlijk is dat je kweekvlees ook mag kunnen proeven. Want je moet een dossier maken om in Europa te laten goedkeuren. Maar dan moet je wel weten hoe het smaakt. Nou, dat kan niet, want dan komt minister Schouten weer met de NVWA en die komt dat stuk vlees in beslag nemen. Dus ik heb een debat aangevraagd en een motie erover ingediend om dat vlees gewoon te laten proeven. En inderdaad zag je daar dus een aantal partijen, waaronder ChristenUnie en CDA,
die daar dan tegen zijn. Ja, en dan vraag je echt oprecht af van, hè, dit is iets waar wat goed is voor de aarde. Het staat naast dat hele verhaal van kringlooplandbouw. Dus het komt niet in plaats van de boer. Ja. Maar ja, ze vinden dat heel moeilijk om op deze manier met de schepping om te gaan. Ja, dus ik zeg wel eens gekscherend, je mag de schepping wel door een slachthuis jagen, maar je mag er niet in een laboratorium iets moois mee doen. Maar ja, dat is misschien niet heel erg respectvol. Ja. Als laatste, ik check even op de telefoon van Thijs, want we hebben de mastersdag die zo meteen komt, dus we moeten echt op tijd eindigen. Dus ik stel nog even een korte laatste vraag. Want u stelde aan minister Schouten laatst ook voor om samen in een laboratorium kweekvlees te gaan proeven. En ik heb een quote van wat zij daarop antwoordde. En zij heeft u eigenlijk afgewezen. En ze zei, eventuele proeven moeten op een gereguleerde manier. Ik ga mezelf niet als vrijwilliger aanmelden. Bovendien, ik heb wel meer te doen. Dat is wel pijnlijk. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk. Ik vind het vooral voor de minister pijnlijk, omdat zij hiermee aangeeft dat ze ja, dit soort innovaties gewoon niet ziet zitten. Ja. En dat vind ik, je hebt als taak, als overheid, om dit soort kansrijke ontwikkelingen, om te zorgen dat dat soort bedrijven die ook gewoon onze economie dragen, om die een warm hart toe te dichten. Ja. Ik zie deze minister heel veel door het land reizen en heel veel praten met boeren. Nou, daar kan wel één werkbezoekje minder af. En dan, dus ik heb het vorige week nog een keer voorgesteld om toch samen te gaan proeven. En de Kamer heeft dat D66-voorstel aanvaard. Dus de minister is nu wel gedwongen om een regeling te gaan maken om dat proeven toe te staan. Dus dat is het mooie aan onze democratie. We hebben haar niet kunnen overtuigen. Maar ja, de meerderheid van de Kamer heeft wel zich duidelijk uitgesproken voor kweekvlees. Okay. En bent u zelf nog geweest? Of heeft u gewacht op mevrouw Schouten? Nee, dus nu moet die regeling er komen en dan kunnen we gaan proeven. Dus nou, ook dat. Spannend. Laat maar weten hoe het smaakt aan deze twee vleeseters met een schuldgevoel. Dat zou ik zeker doen. Nou, ik denk dat we nu moeten stoppen. Het was echt een genoegen om met u te praten en over dingen te leren waar ik eigenlijk voor het interview nog niet heel veel van af weet. Dus hoop dat u het ook naar uw zin heeft gehad. Zeker. En, ja, dat warm applaus aan Tjeerd de Groot.